ben blij dat de jeugddienst die battle heeft georganiseerd. Zeker en vast omdat er veel jongeren zijn die nog niet geïnformeerd zijn over de politieke toestand in Nederland. Ik vind het een goed initiatief. Zo weten tenminste op wie je eigenlijk kan stemmen. Zeker op gemeentelijk niveau is dat toch de bedoeling, denk ik. Er had misschien nog meer mogen ingegaan worden, concreter dan op hoe het zou zitten met als je nu bijvoorbeeld zelf inderdaad een vijf organiseert of zo. Ze zeggen wel dat ze de fietsparkeringen, de fietsenplaatsen, publiek zetten, zodat er meer sociale controle is. Maar het is bij mijn ondervinding gebleken dat dat niet zo is. Dat helpt niet, want mijn fiets is al twee keer gepikt. Je zou beter contact kunnen zoeken met ons door misschien af en toe op onze LK, onze vergadering zeg maar, langs te komen en daar ook eens informatie van ons te vragen en hoe dat onze stand van zaken is. Een beetje meer informatie geven, want ze zeggen wel het initiatief moet van de Giro komen, maar ze zeggen ook van geld inzamelen. Nu pas als wij hier komen en we spreken ze echt een burgemeester aan, dan krijgen we pas echt ideeën van hoe zamelen we dat geld in. Ik denk dat ze niet alle jongeren bereikt hebben, maar toch een groot deel. Aangezien dat er veel mensen zijn opgekomen vandaag. En dan, het gaat uiteindelijk om hun geld en om hun wensen, om de dingen die zij willen realiseren in hun gemeente. Dus ik denk effectief dat dat wel veel uitmaakt.